Ik ben Sjan Verhoeven, ik ben trainer en coach bij Dynamica. Waarom komen conceptueel denkers vaak onder hun niveau op school terecht? Nou, dat komt door het volgende. En dan kijken we naar de IQ. Als we naar IQ kijken, dan zien we dat als we een IQ hebben van 80 of kleiner dan 80, dan ben je laag begaafd of laag intelligent. Als je een IQ hebt van boven de 130, ben je hoogbegaafd of hoog intelligent. Als je een IQ hebt van 100, dan heb je mbo-niveau. En bij een IQ van 120 heb je een hbo-niveau. En bij een IQ van 125 heb je een academisch niveau. En als we dan kijken naar een klassieke dyslexie-IQ bij Weisler, dan zien we als volgt dat er twee scores zitten op rond mbo-niveau. En dat er een aantal scores zitten boven de 130. Nou, en als ik dan, dit is mijn IQ-test, en als ik hier dan naar kijk, mijn begripsniveau zit op 144. Mijn woordenschat zit op 106. Zelfs na mijn medische basisopleiding, waar ik Latijn had gehad en waar ik Harry Potter, de spreuk van Harry Potter snapte, dus ik had echt een nieuwe taal geleerd, en toen zat mijn woordenschat nog steeds op 106. Mijn rekenen zit op 86. Nou, waar gaat het bij de CITO over? Dan gaat het over deze dingen. En dan wordt vooral onze taal en rekenen getoetst, maar mijn begripsniveau wordt niet getoetst. En als ik in de les zit, in de klas zit, en een docent vertelt iets, of in een vergadering zit en een collega vertelt iets, bij een half woord weet ik al waar het over gaat en heb ik mijn antwoord al klaar. En heb ik, dus dan toon ik nogal wat ongeduld. Nou, en daar speelt mijn begripsniveau op. Maar als ze vervolgens vragen, zet het eens op een A4'tje of maken ze een toets, dan bak ik er niks van, want dan heb ik te weinig woordenschat. Ja, dat maakt dat we niet, dat we niet op het juiste niveau op school terechtkomen. En het maakt ook dat we weinig aansluiting hebben met klasgenoten waar we jaren mee op school zitten. Wil je meer weten hierover? Kijk op onze website. Luister onze podcasten en lees onze boeken.